De knopen. Ik heb een handpers en knopenmachine. Hier is hoe ik de gestoffeerde knopen maak. Snij eerst de cirkeltjes uit. Vervolgens het onderste gedeelte met de haak in de matrijs, de stof in het andere deel van de matrijs, het bovenste gedeelte bovenop en duw naar beneden. Deze matrijs bovenop het andere deel, geef een flinke draai en daar is de gestoffeerde knoop. Het knopentouw. Maak een lus door de lus. Je hebt een retournaald nodig. Steek de naald van achteren door de stof en hou hem recht. En trek, zet vast met nietjes.